mijn poesjebeestje. Hallo, Kis. En daar ligt mijn lieve hondje. En waar de rest is, weet ik niet. Nee, ze zijn in ieder geval wel binnen, dat weet ik wel. Maar, lieve vrienden, het is 3 maart, vandaag, 1 jaar geleden, dat ik mijn man op zijn laatste reis naar het hemelsparadijs moest vergezellen naar het crematorium toe. Het doet zoveel pijn, zoveel verdriet. Maar ja, 3 maart, het is nu 12:57 uur, het is koud, het vriest hier nog steeds ook heel hard. Even dat weghalen. Het is min 5 en het voelt aan of min 13. En dat om deze tijd van de dag. Denk je toch ook van het moet iets omhoog zijn gelopen? Nee, dus niet. Maar in ieder geval, het is 3 maart dus, 2018. En ja, ik ga straks eens eventjes zien waar ik spullen kan kopen. Ik denk bij een vriendin, maar ik weet niet zeker. Om dus die spiegels te kunnen maken. Ja, want ja, ik heb geen stenen genoeg. Ik heb allemaal mijn diamantjes. Nou, ik wilde moet er nog 2 maken. Eentje voor mezelf en nog voor een andere vriendin die hem besteld heeft. Nou ja, dan doen we dat. Ja, die vond ze ook leuk. Dus oké, doen we dat. En ik moet de afwas nog doen, eventjes in de vaatwasser. Maar die staat ook nog vol. Ik ben gisteren ook niet naartoe gekomen. En dus ja, we zien wel wat de dag mij gaat brengen. Ik probeer afleiding te zoeken. Ik weet niet of ik nog bezoek krijg, maar dan zou de telefoon wel gaan voor verkennen komen. Maar dat weet ik niet. Dus ja, ik ga eventjes straks de hort op en heel misschien neem ik jullie mee. Maar dat zien we straks wel. Tot straks. Nou, ik neem jullie maar wel even weer mee. Ondanks mijn grote verdriet. En ja, even handschoenen aan, want het is vreselijk koud. Dus ja, dat duurt eventjes. Ik moet even in mijn mouwen, anders komt er nog kou bij. En ja, even Pokémonbal ook halen. Dus maar weer even op weg. Zo ja. Oh, koud hoor. Echt. Jij moet uit. Hier hebben we een Pokémon stop en ik heb handschoenen aan, dus het gaat extra moeilijk. Zo. Nou, wegwezen. Koud hoor. Oei, oei, oei. Echt, het snijdt je door alles heen. Ga maar door. Zo. Oh, wat. Nee, ik heb jou niet nodig, vogel. Loop jij. Oh, dan kreeg je toch nog weer een handschoen uit. Nee, van die handschoenen met van die vingertoppies eraan, wat je mobiel mee kan doen. Dat gaat zo onhandig. Dat wil je niet weten.
En toch nog een hoop volk met die kou op straat, hoor. Zo dan. Ja. Het is zo koud. Nou, ik stop weer even mijn handschoen aandoen. Jongen, oh, het is koud. Echt afnormaal. Dan mag ik voor mijn eitje rijden. Dan mag ik geen ballen halen. Zo. Ik ga gauw eventjes de dingen doen wat ik doen moet. En dan lekker naar huis toe. Met mijn diertjes toe. Want dit is zo extreem koud. Nou, dan gaan we hier al in. Even naar mijn vriendin toe. Oh, je ogen doen zeer van de kou. Zo, de mythes, het is koud. Nou, verder wezen. Ik moet verder wezen. Even langzamer. Ik geloof dat we er zijn, maar ik weet het nog niet. Ja, we zijn er. Ja. Goh, ik word gezien. Dat is fijn. Dag schat. Oh, het is... Oh. Die zou naar voren lopen, want die reageert normaal op de bel. Oh, ja, ja, ja. Geen schaap, alles goed? Nee. Ja. Vandaag, hè, een jaar geleden dat ik hem weg kon brengen. Was het een jaar geleden al vandaag? Vandaag een jaar geleden dat ik hem weg kon brengen. Oké. Okay. Naar vragen. Ja, oké. Okay. 25 februari was die overleden. Ja. Voor een jaar. Nou, mijn schoonmoeder 20 februari de as nog uitgestrooid. Ze zijn allemaal, ja, achter elkaar, ja, dat weet je. Achter elkaar bedoel je? Ja, allemaal in de achter elkaar. En dat zal jaar op jaar weer terugkomen. Dat klopt. Ja. Kan Marien ook over mee praten? Volgens mij is dat voor jou ook een twee jaar. Gisteren was het 2 jaar. Ja, gisteren 2 jaar, hè? Ja. Dus, volgens mij is dat voor jou ook. Ik heb fysiek last van, dus ik ben niet afdeling weggelopen. Ja, nou ja, dat hoort erbij. Dat snap ik ook. Gisteren 6:30. Ik vraag me één ding even af. Jij bent een hobbyzaak, een hobbywinkel. Ja. Nou ben ik creatief geworden met spiegels. Ja. En dan bling bling erop plakken. Dan wens ik jou heel veel plezier, maar dan zit je net weer een paar stappen te ver voor mij. Oh. Ik zit heel veel op papiertechniek in. Oké. Okay. Dus je hebt geen steentjes of wat dan ook, bling bling. Niks daarvoor. 65 euro. Nou, dan moet ik dus denk ik naar Xenos. Ook niet van die namaak diamantjes? Nee. Heb die 40 euro gehad? Die gaat automatisch met je geld mee. Dus dat is, je hebt 40 betaald nu. Ja, want dat wou ik weten. Ik denk nou ja. Die legt hier, dus het is voor jou nog 25,75. Ja, ik vond het wel 25. Hé hoor, hij... Hoeveel zijn je? 25,75. Jammer is dat. Nou, dan ga ik verder op de sneuk waar ik dan kan wezen. Ook bij Xenos, die heeft ook wat nieuwe op die dingen. Ook niet. Het speelt specifiek ook nieuw of niet. Alkmaar. Ben je eerst aan de beurt. Okay.
Of tuincentrum, want mijn man die heeft vorig jaar, geloof ik, nee, dat jaar ervoor alweer, had hij steentjes gekocht en diamantjes gekocht en gewoon hier in Den Helder. Geen idee, misschien op een markt of zo. Ja, ik zal er eens overheen kachelen. Ik zal even eerst een rondje doen. Jouw je e-mailadres, dan stuur ik deze heen door, want het is een garantieprijs voor mij in Lidkrachten. En ik weet dat als er iets met het product van Joycraft is, dat zij heel graag een rondje bij willen. Geen rondje? Nee. Nee. Ja, daar. Het staat erachter. Ja, ja. Dus ik heb nog een rondje maken. Anders kan ik niks beginnen. Oh, jullie vonden de tafel door. Dat is heel slim van jou. Kost je hem gelijk kwijt? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Nee, dat gaat nog niet. Hondje, lief hondje. Nou, ik ben gek op dieren behalve op kraaien. Daarom zeg ik ben gek op dieren behalve op kraaien. Nou ja, als iemand die deur open wil doen, ken ik er weer uit. Dankjewel, lieverd. Alsjeblieft. Doeg, doeg. Gaan we naar de Xenos. Hier is beter dan buiten. Nou, dan gaan we hier op speurtocht. Ik moet toch wat te vinden hebben voor om die spiegels te plakken. Ja, dan moet je toch het een en ander zien te vinden. Zoeken, ga eens op vinden. Vroeger had hij altijd wel, dus moet hij nou toch dacht ik ook nog wel ergens hebben. Dat wordt wat. Dat wordt. Ballonnen, nee. Geen ballonnen nodig, wel. Ik heb geen feest. Ik heb geen feest te vieren vandaag. Nee. Oh, het is wat. Kijk, we hebben al wol. Hij had al de verfkorstjes. Koord. Wat is dit? Dat zijn sleutelhangers. Hij heeft niet nodig. Ja, zie je, kleine steentjes is ook leuk.
niet zien wat het kost. Zo niet. Ja, dat is zo ontzettend klein. Dan krijg ik toch plakparels. Dan hoef je er geen lijm meer achter te doen. Geloof ik. Nou, ik neem toch wat mee. Vind ik wel leuk. Toch weer wat anders. Oh. Ja, vind ik toch wel leuk. Even hebben. Ach, dat. En daar hangt nog veel meer spelletjes. Vind ik ook wel leuk. Zo. Wat is dit? Oh, wacht even. Kijk dan. Grotere dingen. Nou, dat kan ik. Nou ja. Dat is maar heel goedkoop. Dat is duur. Grotere kralen. Groen en goud. En wat is dat? Dat is ook goud. En wat is dit? Dat is zwart. Dat vind ik niet mooi. Nou, vind ik ook wel leuk. Goud. En groen. Hop. Hop. Nou, gaan we verder het hoekje in. Nou, dan hoop ik dat ik... dat is helemaal duur. Dat is om sieraden te maken. Nou, wat ik. Ja, dan kan ik daar net niet bij, die hartjes komen. Maar ja, dat is weer wat. Ik zie leuke hartjes. En daar kan ik even niet bij komen. Het is wat. Hup. Even de bocht groter maken voor mezelf. Hop. Dan moet ik er even af. Dan is het toch zo ver. Oh. Wat is dat? Even koekeloeren. Nee. Dit is niet mooi. Ik hoef een ketting te maken, maar ik plak het op de spiegel. Vogeltjes, ook leuk. Zo. Is ook leuk. Kijk. Goud, zilver. Zo vind ik toch nog wat. Om de boel op te vrolijken. Toch niet? Ja. En ik zie daar nog meer. Bling, bling. Gaan we daar even kijken. Nou, dan moet het allemaal in een hoek. Kijk, het zijn wel kraaltjes, maar dat doet het toch niet, hoor. Hier is paars. Toch ook leuk. En roze. En dan moet je wel willen.
roos. Dat leuk, ja. Ik kan toch alweer een heel in. Die gekleurde vind ik niet mooi. Hoe weet je wat dat is? Kant, ja, dat heb ik genoeg. Kant heb ik genoeg. Ja, kant heb ik genoeg. Ja, dan moet ik op. Oh, dat gaat niet met al die kaarten. Moet ik doen. Even een grotere bocht hebben. Ik ga kijken. Dank u wel. Ja, ik heb daar die wolmand ook aan deze kant op moeten schuiven. Ja. Dus kon ik die bocht weer niet maken. Want ik ben met leuke spiegels bezig. Ik had hier al vorige week spiegels gekocht, ronde. En heb ik er eentje met namaak diamantjes beplakt. Eentje met gekleurde stenen, maar die stenen kan ik nergens meer vinden. Wow. Maar ja, mijn man die had zoiets gekocht en die kan ik niet meer navragen. Want die is vandaag, heb ik hem een jaar geleden weg kunnen brengen. Hmm. Ja, dat... Nou heb ik andere dingetjes. Gewoon kralen en andere leuke dingetjes. Ja, ik heb overal ja? Iets mee te doen, toch? Ja hoor, gewoon je fantasie gebruiken. Ja, ik maak op de computer ook plaatjes. Dus... Nou, dan zullen we die kant langs. Kijk, daar staan die spiegels. En ik kreeg ze voor 10 euro, zijn ze. Oh, ook vierkanten. Die zijn 8. Oh, en die kleintjes. Wacht eens even. Ook leuk. Die kleintjes, die zijn ook leuk. Even kijken. We hebben kleinere spiegels. Kijk dan. Oh, wat schat. Kijk. Zo, dan zie je mij ook weer. Ja. Echt hele leuke spiegeltjes. Echt. Ik heb een verschillende manier. Leuk, hè? Echt wel. Moet ik hem terug zien te hangen. Zo. Echt leuk. Nou, dan moet ik verder kloren. Ja, ja. Allemaal kussens. Mijn jurk rapt omhoog weg. Nou, hier hebben we geen hobby spullen meer. Ja, zo even zien. Dat gaat hier niet. Pardon. Dank u wel. Kan ik dat door? Ik zie wel een kruk staan. Mag die kruk even weg? Tuurlijk. Tuurlijk, ja. Ik weet het, schat. Je zal zelf ook weg moeten. Dankjewel, lieverd. Graag gedaan. Ik vind het allemaal dood. Normaal ben ik handig genoeg om die dingen aan de kant te schuiven, maar er zitten geen wieltjes onder. Nou, deze zijn erg zwaar door die pasta. Ja, daarom.
Ja, het is hier op passen en meten. En dan zijn ze nog wel groter geworden ook hier. Zo, nog een toe. Ja, ja. Het gaat ook allemaal maar net, hè. Geef dit maar aan, mijn lieverd. Geef dat maar aan. Hij weet de weg wel ermee te vinden. Dat weet hij wel van mij. Ja, ik ben druk bezig die spiegels aan het versieren. Maar mijn stenen zijn op en mijn diamanten bijna. En ik had die hele mooie grote steentjes voor de rand. Allemaal gekleurde steentjes, maar die hadden mijn man nog gekocht. Ik kan er niet aan. Zeg, ik heb ook een aanbieding, alles in de mand, 2 euro. Wat? Alles goed is hier in de mand. Nee. Alleen nog maar een bounty. Dat weten de vloggers zelf. Bij mijn boodschap, als ik boodschappen doe, dat is 1 à 2 keer in de week. Leg er aan naar welke winkels ik moet voor boodschappen. Ja. Maar het is meestal 1 bounty in de week. 1 bounty in de week? Ja, als ik mijn boodschappen doe. Dan neem ik gelijk een bounty mee. Lekker om te smikkelen. En dan lekker bij mijn koffie. Oh, wow. Dat mag ik niet, hoor. Nee. Je moeder wou ook, hè? Mij volgen. Ja, Wouter. Ik moet vraag aan me. Ja. Even kijken. Ik ga wat verder. Dankjewel. Doei, doei. Word samen. 21,80 euro. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik kan er ook bij in. Ik heb een glas erbij in. Ja. Had ik de bounty afgerekend? Weet ik veel. Ik ook niet. Eigenlijk heb ik niet afgerekend. Voor 22,60 euro. Ja, kan er nog bij toch? Ik zie het niet eens. Nou, ik doe 1 euro erbij. Hoeft niet, mag wel. Tut, tut, tut. Nou, moet je dat ook willen? Kijk, 23, 24. Ja. Net die. En ik krijg er 2 bij. Ja, en ik weet ook niet waar mijn man dat vandaan had. Die had van die namaakplastieke diamantjes en die had steentjes. Eigenlijk voor in de vijver bedoeld, maar ja, die vijver komt denk ik niet. Het materiaal is er wel, maar ik kan het niet. Al het materiaal is aanwezig, maar... Oh. Zeg, er komt vast wel ooit iemand aan. Kom persoonlijk langs, hoor. Kom jij persoonlijk langs? Nou... Dan zoek je maar contact met me. Je weet me nou wel een beetje te vinden. Misschien. Ik denk het wel. Een hele fijne dag hebben. Dankjewel. Doeg, doeg. Doe eens mijn handschoenen weer aan. Ah, mij te koud. Echt niet zo fijn. Man. Mouw eroverheen. Zo. Doei doei. Open blijven. Hoi schat. Hoi, waar ben je toe? Even naar mijn vriendin toe. Waar is die? Hier. Achter. Oh, hier achter. Die is niet bang om op de vlog te komen. En ik heb er zo'n tijd niet gezien. Hoi lieverd. Hoi lieverd. Het is een beetje krap. Ja, dan knuffel. Maar hoi. Hoe is het?
Nou, vandaag een slechte dag, hè? Koud, denk ik. Moet je erbij, schat? Of kan je het kopen? Nee, vandaag een jaar geleden dat ik hem weg heb kunnen brengen, hè, naar Schagen. Ja, dat heb ik inderdaad een heel slechte dag. Ja. Eerst 20 februari, gedeelte van het as uitgestrooid voor mijn schoonmoeder. 25 februari was hij een jaar geleden overleden. En vandaag is het een jaar geleden dat ik hem heb weg kunnen brengen. Dus ja. Is dat alweer zo lang geleden? Ja, schat. Ja. Jezus, schat. En dan kreeg hij mijn vriendin ook nog, want die was 10 februari haar man verloren. Kon ze 16 februari wegbrengen. Toen mijn mannetje. Ja. En nou van de week, gisteren. Ja, ik weet niet wie er hierbij hoort. Ik hoor erbij. Horlogebatterijtjes. Nee. En gisteren kon mijn vriendin nog weer een andere vriendin van haar wegbrengen. Die was 37 jaar, die kreeg een griep met een dubbele longontsteking eroverheen weg. 37? Ja. Is het alweer zo lang? Dus die kon ze gisteren wegbrengen. Ja, hij is ook alweer, bijna 6 maanden. Ja. Maar ik ben met zo'n leuke hobby bezig. Wat dan? Vloggen? Ik heb een nieuwe hobby. Wat is dat? Je koopt gewoon een paar spiegels, ja? Die je zelf een ophangmechanisme aan kan maken ofzo. Ik had vorige week een doos met 5 ronde spiegels voor een tientje. Dat is niet duur. Nee. Daar schat. Ja, je ruikt hondjes. Nee, daar zit breekbaar in. En Max, Anna. Sorry hoor. Kom, maar ruikt vrouwen dat gaan we niet doen, Max. Hey, goed weekend. Doei. Ja, ik weet niet. Daar zit vast nog ter verslade in. Nee, daar zit breekbaar in. Dat vind ik een beetje zonde. Ja, dat mag niet doen. Hoe heet het met de trouwerij? Heb je gehad? Ja, maar dat was maar 9 jaar. Was er wel mooi. We hadden door bijna 9 jaar getrouwd kunnen zijn. Ja. Dit jaar had het 10 jaar geworden. Ja. En we hadden het al over ons 12,5 jaar huwelijk, wat we dan zouden gaan doen. Oh, en toen wouden we dat zaaltje weer afhuren waar we ook onze bruiloft gevierd hebben. En dan gewoon voor genodigden weer. Ja. Maar ja, de plannen waren heel mooi. Ja. Dan moet je zielsgelukkig met elkaar en daarom, ja, je moet op de herinneringen eigenlijk teren. Maar ik heb nooit je stem meer. En daar baal ik van, waarom heb ik nooit je stem opgenomen, weet je? Oh! Ja. Ik was altijd bezig met geluiden en met filmen, maar nooit, want hij wou dat niet. Hij wou niet op foto. Ja, hij ging wel eens op de foto, uiteraard. Ja, met een feestje of zo. Ik zeg, ik zeg nou eventjes lachen hoor. Ik zeg nou even doen. Maar dat had hij gewoon hekel. Ja. Nou ja, dat moet je respecteren van elkaar. Enkel, ik heb nou gezegd, in mijn huis vlog ik, punt. Degene die er een hekel aan hebben, nou, die verschuilen maar achter een krant of wat dan ook. Maar ik vlog. Je moet toch doen wat jij ja, wil. Ja, het is mijn huis. Ja, enkel, ik moet weer respect tonen met hulpinstanties. Want die mogen van de baas weer niet. Ze willen zelf wel, maar van de baas niet. Oh ja. Ja, nou, en op straat. Ja, dan is het vrij om het te doen. En als je erop komt, ja, sorry, het is niet mijn probleem. Je komt er gewoon op, simpel. Ja hoor. Maar zolang ik maar zorg dat hij daar in het hoekje rood blijft, dat de camera gaat. Nee, hier ook. Ik heb mijn vlogcamera is momenteel stuk. Ik moet een nieuwe hebben. Oké. Ik heb nou mijn thuiscamera. Die kan niet tegen vocht. Die is niet waterdicht. En dat dingetje wat hierop stond, wel. Oké. Maar die is stuk. Van het ene moment op het andere moment deed hij niks meer. Dus. Maar ja, ik ga nog eventjes kijken over de markt en ik ga de kroonprocessen door richting weer naar huis. En dan heb ik een zichtige koffie zitten krijgen. Ja, daarom. Het is je schat. Ja. Oké, lieve. Ik zie jullie. Ja, hoor, schatten. Oh, wat koud, man. Ja, hè? Ja, echt. Niks aan. En de markt is toch zo goed als leeg, denk ik. Nog geen kip te beleven. Vermoed ik.
zulke bossen. Ik zei dan. Nou, dan ik heb even op mijn kop gekregen. Water geven. Ik heb er nog twee. Hoe is het boven? Ik heb het boven gegeven. Echt, dit is zo gemeen. Zo gemeen, Karel. En ze gaat ook proberen met blommetjes, hè. Ja, ja, vind ik ook leuk. Oh, nee, blommetjes, blommetjes. Kijk, ja. Iedereen heeft er gewoon zeil om hun tenten heen, zoals jullie zien. Je kan met de booster er niet eens niet bij komen. Zo erg. Gewoon om het een beetje warm te krijgen daar. Ja, het is... Ik moet even mijn telefoon goed doen. Hier zijn we binnen, dus ik ga ook even aan een rad draaien om weer wat te vangen. Zo. Oh, het is abnormaal, echt. Een heleboel gaan tussendoor. Hey, wat nieuws erin? Wat is dit? Kunt u goud kopen en verkopen? Oh, maar dat doe ik niet. Ze krijgen mijn goud niet. Het zit vast. Nee, ik heb hier ook iets om. Dat zijn twee ringen van mijn ouders of hartje. Don Carré. Plus een roosje van mijn man's stropdasspel. Die is hier zilver. Die is erop geplakt met een gaatje erin en een goud kokertje erop. Oh. Met een as erin en een diamantje. Dat allemaal bij elkaar. Ja, is niet te koop. Nee. Voor geen miljoen dollar, voor al het geld niet. Oké. Doeg. Ja, ja. God. Die is ook leeg. Gaat die weg dan? Gaat die winkel ook weg? Grand opening. Kortingen, gehele collectie. Online. Hè? Gaat die er ook uit dan? Gaan ze weg? Gaan die ook al weg? Zo, dik en dood. Houd die. Oké dan. Nou, dan ga ik nog even kijken bij die viswinkel. We hebben nog een viswinkel. Dan kan ik nog even kijken naar steentjes. Wat je normaal in de visaquarium legt. Kan ik weer op een spiegel plakken. Even kijken of die dat heeft. Want ik ga niet helemaal naar de andere kant van de stad. Dat is een beetje te ver met die kou.
open blijven. Zo. Dan zet ik hem weer op 2. Dan kan ik even ietsje hoger. Echt, dit is zo koud. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Zo is het wel. Ik weet dat er ergens een viswinkeltje is, maar ik weet niet waar. Een viswinkel. Maar waar? We blijven hier toch nog een open. Want dat is hier. Nou, daar kan ik niet in. Daar kan ik nooit niet in. Die man die heeft zijn deur niet open. Wij zijn open, ja, oké. Maar je kan er toch nooit niet in. Doet ze dus als de deur open staat. Denk ik. Hallo. Mevrouw van de bloemetjes. Verkoopt u ook steentjes voor op de bodem? Ja. Maar gekleurde glas of zoiets? Ik heb... Kijk. Ik wil toch een spiegel plakken? Nee, dat heb ik niet. Moet glinsteren, het moet bling bling. Nee, nee, okay. Geen bling bling. Oké, okay, bedankt. Okay, nou, dan gaan we naartoe housen. Dus dan moeten we daar even op internet naar op zoek. Of Big Bus. Kan ik er door? Uh-oh. Zo. Oh, ik ga te hard. Even in z'n één. Dan moet ik de handschoenen uit. Het is hier echt weer heet hoor. Jongen, nog een toe. Nou, dan ga ik hier langs. Tut tut. Ik heb mijn zonnebril nog op. Pardon. Ja, ik wou die kant op schat. Even kijken. We gaan even kijken. Oh. Op het erg. Hubbelabbelab. Hij was ik boven. Ik heb boven bloemetjes. Nou, wat gezellig. Hoi schat. Hallo. Ik heb een hobby erbij gevonden. Oh. En dat zijn spiegels versieren. Oh, wat leuk. En ik heb, Jack die had ooit nog diamantje, of niet namelijk diamantje. Ja, van die stickers. Gekocht. Nee, ik heb er lijm onder gedaan. Oké. Okay. Beschadig je spiegel niet? Nee, want dat maak je weer schoon. Langs de rand. Maar soms gebeurt het dat het zwart uitslaat eromheen. Nee, als je lijm gebruikt. Oh, nou, heel goed. Het is secondenlijn. Ja, oké. Okay. Geen last van. Maar heb ik een spiegel met diamantjes gedaan? Ja. Ik heb een spiegel voor mijn vriendin gedaan, ook met diamantjes en het woord love. Oké. Okay. Eronder. Ja. Ik heb voor een andere vriendin, die ken je ook, heb ik ook een ronde spiegel, ik zou weet het nog niet. Heb ik gekleurde stenen, die had Jack gekocht voor in de vijver buiten, maar die vijver die zal denk ik niet komen. Nee. Maar waar die dat vandaan heeft, Joost mag het weten. Die diamanten weet ik ook niet. Nee. Diamanten heb ik nog, maar die stenen die zijn bijna op. Okay. Heb ik daarnet bij Xenos kralen en weet ik veel er wat bij gekocht. Leuk. Een kraal ook heel plakken, waarom ja. Niet? Nou. Maar nou vroeg ik bij jou, van hebben jullie hier nog wat? Dus ja, ik nou, ben... Nou, ben je wel plat, hè, denk ik. Ik weet niet. Ja, jullie hebben ook diamantjes? Dan heeft hij het hier denk ik ook vandaan. Ja, maar dat zijn echte... Ja, sucks. Nee. En dan gewoon op de rand, weet je wel, een plakje glijm op de rand.
Ja, dan weet ik dat voor de volgende keer. Ja. Dat ik diamantjes hier kan halen. Voorlopig heb je weer even wat. Ja. Wat is dat? Want dat met bloemetjes. Nou, bloemenhek nog zat. Dat ligt een folder. Oude veren. Oh ja, die is ook goed. Ik heb hier nog steentjes. Ja, ik heb bovenhek nog twee vazen staan met van de gekleurde zand. Ik denk, ja, okay. Dat wil ik ook wat mee gaan proberen op een spiegel. Ja. Maar dan moet ik eerst, ja. Moet sowieso. Kijk maar of ik kwijt word over die andere kop. Langs de zijkant. Is goed. Dat was je vraag, toch? Ja, oh, hi. Ik mee kan. Is goed. En even kaart maken. Ja. Oké. Okay. Heb jij woensdag wat te doen? Of was je nog niet zo ver in je planning? Enkel woensdagmorgen heb ik wat te doen, maar woensdagmiddag okay. Niks. Woensdagmiddag koffietijd? Is goed. Ja? Ja, want ik drink ik op mijn koffie. Ja, jij kan thee krijgen als je thee wilt. Ja, nee, ik drink ook lekker een bakje. Oké, okay, schat. Ik lust allebei, hoor. Ja, want maandagmiddag komt Astrid, en die ken jij ook. Oké. Okay. Ja, daar heb je ook mee staan te praten over dat je toen je familie al bezoek had. Oh, zo, ja. 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 Nee. Jawel. Ja, oh ja, zo. Dus. Ja. Nee, maar nou zoek ik er helemaal meer van dat... Nou, nee. Niet. Maar ja, dat is in ieder geval... Blink, blink. Je hebt nog voor mij? Zit er in die zakjes? Oh, geurkralen. Ja. Ja, maar dan kan je niet blij mee ergens op. Nee, dat zou ik niet doen. Want dat moet je denken. Het is ook heel klein hoor. Ja, maar dat ga je toch niet ergens als versiering op plakken? Dat moet je toch gebruiken? Ja, weet ik lekker veel. Tussen je handdoeken liggen of zo. Ja. Dus. Maar ja, jullie hebben diamanten. Nee, jullie zullen ook wel weer de gewone witte diamanten krijgen. Ja. Kijk. Dit zijn hele kleine spiegeltjes. Kijk, zoiets dat doe ik dus. Nou, enkel in het groot. Zoiets doe ik dus, enkel in het groot. Nou, dan gaan we weer naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Wat ben je te doen? Ja hoor, schat. En de wind wordt minder, hè? Ja, maar het is al gemeen koud. Ja. Het is nu min 1 en de gevoelstemperatuur is min 7. Kijk. Dat bedoel ik. En daarom is het zo gemeen koud. Ik denk dat de mevrouw even achter u langs wil. Ja, ik ga die kant op. Ga richting de kassen. Dan zink je woensdag, schat. Is goed, lieverd. Is goed, tot dan. Ik zie die kant op niks. Ik moet naar de kassa. La 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 la. La 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 la. Nee, die moet niet meer. Dat vind ik rot dingen. Rotbekers. Rotte flessen. Die moet niet. Zoek liever die andere flessen die Xenos, die Action ook heeft. Die heb je hier niet. Nou, we gaan naar huis. Want het huis komt niet naar mij. Helaas nog niet. Ik heb geen wieltjes eronder laten zetten. Oh jee, kan dat? Ja.
Ik wil naar de kassa. Gemeen, hè? Oh, wat zijn we gemeen. Ik moet een grote bocht maken. Dank u wel. Geel. Bruin. En warm. Kun je ook beter echt takken halen, denk ik, of niet? Ja, want dat breekt, dat is gedroogd, dat gaat breken. Ja, nou, toen hou ik zijn handschoenen weer aan. Ik moet toch wachten tot ik erdoor kan. Liefert, mag die band daar open? Zo. Doei doei. Nou, naar huis. Lopen ze nog in de weg ook? Ja, gaan nog breder uitlopen. Jeetje, Mina, meen je? Ogen in je rug, in je achterhoofd zeker. Oh, wat gedrag. Dan word ik zo kwaad. Laten ze normaal lopen. Zo, naar huis. Maak ik uit of het hard gaat jou. Als ik aan de kant, simpel. Doe ik het wanneer het kan. Gauw naar huis. Zo koud. Weer zoveel draaiorgel is niet op straat. Kun je nagaan. Kereltje. Hi man. Ja, vrouwtje zit thuis, hè. Ja, vrouwtje zit thuis. Want, ik weet niet eens waar mijn grote kerel is. Ik dacht buiten nog. Oh nee, die ligt daar. Nou, om geen hoekie. Is het nodig? Hé, vrouwtje zit thuis, hè. Ja, je krijgt zo wat lekkers. Je hebt opgepast, hè. Ja, en vrouwtje moet je... Je tintjes denk ik knippen, hè? Je haartje ertussen, nou, die glijdt uit. Nou, dat doen we dan wel. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Zoals jullie al horen en zien. We zijn weer thuis, want ik kan jullie mee. En ik zal zo meteen eventjes de inhoud van die tas uitstallen. En dan weer eventjes voor jullie
film om te laten zien wat we gekocht hebben. Dus ik zeg tot straks. Zo, even dit keer op de tafel uitgestald. Nou ja, een bounty voor bij mij. Koffie. Dus die leg ik daar neer. Nou, twee kaartjes met deze bling bling. Hoe moet ik dat houden? Dat het niet zo glinstert. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Daar heb ik twee kaartjes van. En dan hier ook twee kaartjes van. Ja, ook twee. En dan van die ook. Dat is weer andere roze. Ook twee kaartjes van. En dan een doosje. Ja. Hele rare kleur paars. Dus ja. Wel mooi. Nou ja. Hopla. Groen. 75 cent deze. Want die dan een euro kort. Ja, Joost mag het weten. Dan is deze ook nou. Die is ook 75. Goud. En dan roze. Ook 1 euro. Nou, en een nieuwe spiegels. Dus ja. Wel leuk, en al vierkanten. Dus we gaan het weer proberen, zeg ik maar. En de diamanten, nou ja, die kunnen we dan weer bij Big Bazaar halen. Enkel die had toch weer een ander soort dan wat ik hier op deze heb. Want hier zaten ook platte kanten onder. Zodat ik dat vast kon plakken en dan een puntje omhoog. Maar dat was aan alles was punterig. Wil er een naar buiten? Nou, dan gaat hij naar buiten. Zo, ja, zo allebei binnen dat we weggingen, dus ja. Dat, nou ga ik lekker mijn koffie opdrinken. En die spiegel maak ik morgen schoon. Die leg ik straks op de eettafel. Maar lijm zwart worden? Nu. Wordt niet zwart. Ik zou niet weten waarom het zwart moet worden. Jullie? Wordt toch niet zwart, dat lijm? Nee, dat moet gewoon nog even schoongemaakt worden, maar het is niet zwart. Nee, ik wil deze stenen. Ja, waar haal je deze stenen vandaan? Ik kan niet weten. Dat is mijn vaatwasser. Die wilt uit. Is klaar. En dan komt er een warmte af. Lekker. Nou, lieve vrienden, ik ga het weer opruimen allemaal. Ik zal het een plekje zien te geven. En gaan we een spiegel doen. Ja. Die is voor Astrid. Ik moet dan een spiegel voor mezelf hebben. Voor hier. Voor mijn koffie, melk en suiker, etc. Dus het wordt nog niet de vierkante. Nee. Dat komt nog. Maar we gaan ervoor. Toch? Ja. Nou, ik zou zeggen tot straks. Ja, ik wil jullie even laten zien dat ik al ben begonnen. Ik heb zo'n pakje geopend. Die is nog niet geopend. En dan de diamantjes die mijn man ooit had aangeschaft. Die is er daar en daar, maar die zijn te groot. En daar heb ik niet... Zulke soort stenen moet ik hebben, mensen. Ja, en die heb ik niet meer. Enkel dit beetje nog. Nou, daar kan ik geen spiegel van doen. Nee. En voor een kleine vierkante is die denk ik te groot. Maar dan heb ik ook, ik zit vast aan de krant. Dat zijn, ik zie het zelf niet. Dat is zo'n goudkleurig buisje die ga ik erin leggen. En dan gekleurde steentjes. Die hoeven niet met lijm, dus het plakt al aan. En die buisjes moet wel lijm. En dan die steentjes natuurlijk ook. Dan heb ik drie steentjes. Dan doe ik weer zo'n buisje. En dan maak ik weer van die steentjes erbij. En dan weer een buisje en diamantjes. Dus ja, ik vind het zelf wel leuk gaan worden op deze manier. Gewoon je fantasie gebruiken. Ja,
En dat zit in je hoofd. En beter mijn fantasie gebruiken en met mijn hoofd daarbij wezen. Dat doe ik ook voor mijn mannetje, die kijkt mee. Vanuit de hemel, zo over mijn schouder kijkt hij mee. Dus ja, lieve vrienden, ik laat dat jullie het eindresultaat zien. Ik ga verder, ik heb gebakken koffie bij, dus ja, komt goed. Tot straks. Ja, en hij is af. Hij is af. Enkel onderaan, dat heb ik de achterkant gezet. Want daar heb ik, wacht even hoor. Kijk, daar zitten maar een paar vliegkleurde steentjes in. Dat zit niet helemaal goed, omdat ik daar niet meer ruimte had. Ja. Dus die spiegel, die, ja. Qua dit systeem is die niet, ja. In principe zal je alles uit moeten tellen. Nou, daar begin ik ook weer niet aan, hoor. Nee. Maar ik vind het toch heel mooi. Toch? Ja. Ik zeg ja. Nou, dan gaat de melk achteraan. Want ik gebruik melk. De suiker gaat daar. De koffie gaat hier. De zoetjes gaan in het midden. En dit potje, er wordt een kaarsje in. Gaat daar. Nou, staat het toch netjes? Vind ik van wel. Nou, daar legt die van Astrid. Dus ja. Nou, heb ik nog één ronde, geloof ik, over. We zullen eens even kijken. Ja, nog één ronde. Zie maar, nog één rondje. En dan heb ik nou dus nieuwe vierkanten, maar hoeveel daarin zitten, weet ik niet. Dat we zo even gaan beleven. Ja. Even kijken. Oh, in mijn hoofd. Oh. Even dat plastic stuk hebben. Even een schaartje pakken. Zo. Zo. Dat moet je allemaal even plakken. Oh. Zo. Oh, ik zag het er ook niet opstaan hoor. 20 bij 20 bij 2 centimeter. Ja, dat is mooi, dat is prachtig. Maar, hoeveel zit er erin? Dat staat er gewoon niet op. Zet het er dan op? Dat zou het kosten. Zet er niet op. Ja, gaan we weer. Aha. Nou, wat zeggen we? Oh jeetje, het is zo 1. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En dat is 4 stuks. Leuk. Dan heb ik daar 4 van. Ja, dus. Ja, vrouwtje komt. Gaan jullie mee? Er wil er een eruit. Zie je? Rode rakker wil eruit. Nou, kom maar. Ja, kom maar. Mag jij naar buiten, kerel? Hm? Dag man. Tot straks. En hier ligt mijn andere mannetje. Hé, ja, kwispelkontje. Ja, kwispelkontje, daar ligt meisje. Hé, ja, jullie zijn lief, hè. Ja. Je maakt een hoop wind met je stuurt. Ja. Kloppen, 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 kloppen. Oeh, wat gaat die staart hard. Oeh, wat gaat die staart hard. Hé, ja. Wat is er? Oh, ons prinsesje ligt ook lekker te slapen. Nou, die ligt er ook zo lekker bij. Hé, hey, meisje. Wat een wakkertjes. Maakt die niet eens niet wakker. Nee.
Hé? Oh, godje. Ja, lieve vrienden. Dat, nou, probeer ik nog even vierkanten te maken. Is dat voor de liefhebber, wie hem hebben wil. Uiteraard ga ik wel geld ervoor vragen, dat is logisch. Want voor niets gaat de zon op en mijn geld zit er toch ook in. Toch? Dus degene die zo'n spiegel wil hebben, die kunnen zich aanmelden bij Ikke. Ja. En ze kunnen me ook op Facebook vinden, onder dezelfde naam. Dus, en ik heb een heleboel groepen. Dus ja, wat let je om eventjes naar Facebook toe te gaan, want bijna iedereen heeft Facebook. En dan zoek je me maar op. En dan... En de 50-plussers onder ons, die kennen eventjes de groep opzoeken. De club van de 50-plussers. Ja. Die groep is van Ikke. En dan heb ik de babbelaars. Ook voor mij, en daar kan iedereen naartoe, van alle leeftijden, categorieën, ja. Dus daar kan je ook op aanmelden, bij de babbelaars. Dus ik zie jullie en ik spreek jullie daarover dan wel weer. Voor nu zou ik zeggen, ik zie jullie straks weer. Ja, ik laat het jullie weer eventjes zien. Ik heb daar een diamant en een goudkleurig staafje in alle hoeken gedaan. Ja. Dat lijkt dat kan er allemaal af. Wat jullie zien, het overtollige. En dan heb ik andere kraaltjes, andere plakken steentjes genomen. En dat gaan we dus zo in het vierkant doen. En dan heb je weer een leuke spiegel. Of zeg ik het zelf. Ja. Dus voor de liefhebbers. Of niet dan. Waar is ook? Ik denk al, gebeurt het een en ander. Maar nee, toch niet. Maar ik ga even pauzeren. Ik ga even een bakje koffie op mijn gemakje doen. En daarna ga ik hem afmaken. En dan... Zal ik eens zien hoe laat het dan is. En voordat ik het vergeet, het is nog steeds zaterdag 3 maart. Een zware rotdag voor mij. Hoe laat leven we, dat weet ik niet eens. Zullen we ook even gaan kijken. Het is 4:15. Dus het loopt voor een heleboel mensen alweer richting etenstijd. Voor mij nog niet. Ik ben altijd later dan de gemiddelde. Maar ik hoef ook aan niemand te denken om op tijd eten klaar te hebben. Nee, doe ik niet. En we eten hetzelfde gewoon dan gisteren. Want ik heb nog meer dan genoeg over. Ja. En dan zien we wel weer. Dus ik zeg tot straks. Ja, en ik heb er weer één af. Ik hoop dat jullie het wat kunnen zien zo. Ik kan wel licht aandoen, maar dat is het licht. Even zien. Wat jullie daar zien. Dat is het licht. Let op. Zie wel. Oeh, lekker. Dus dat doen we maar even niet. Dus ja. Ik vind het maar mooi. Ja, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik hou er mee op. Het wordt donker en hier heet er wel daglicht bij nodig en geen vals licht. Dus ja, ik heb genoeg gedaan. 2 spiegels, boodschapjes gedaan, zootje lijm aan de vingers. Dus ik zal de troep op gaan ruimen. En morgen de spiegel schoonmaken. Dat is ook een klus. Maar we hebben er spul voor, hè? Ja, ja. Dat spul hebben we ervoor. Nou, meester Mussel. Ja, het is dus voor inductiekookplaat, etc.
En het werkt goed in ieder geval. Het is niet een schoonmaak, ja, het is schoonmaakmiddel voor je kookplaat. Maar dat het lijm weghaalt en zelfs secondenlijm, nou, nooit geweest. Dan had ik het al lang al in huis gehad ervoor. Maar in ieder geval, ik ga stoppen en ik wens iedereen een hele fijne avond samen met mijn diertjes. En ik zal er eens even twee opzoeken. Daar hebben we er eentje liggen. En daar hebben we er eentje liggen. En de andere, oh ja, die rode is buiten. Ja, die rode is buiten. Ja, 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 ja. Oeh, lekker hè. Lekker nek, keel, nek, klauwen hè. Oei, 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 oei. Maar daar hebben we er ook nog één. Armientje. Kom, kom eens hier. Ga daar eens kijken. Ga ik met poes een beetje. Ja. Ga maar liggen hoor. Hoi, denk jij om je stuk? Ja, die pakt ze. Die pakt ze. Logisch. Ja, dat weet je toch. Maleootje. Oh, daar gaat mijn mobiel, daar komt er wat eens er binnen. Nou, die bekijkt dat maar heel even. Want deze meneer wil naar buiten. Dus, oh, wat een wind woei waai. Zo, nou. Die gaat lekker even snuffelen onder de poort door. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Geniet van hetgeen wat jullie doen gaan. En ja, vanavond kom ik niet weer terug. Nee, ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Ik ben een vlogger geweest. Ik moet alles nog aan elkaar vastzetten. Dus ja, ik moet hier de troep nog opruimen. Maar ik moet nog eten. Mijn hondje moet nog eten. Dus tot, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Wees lief voor elkaar. Wees ook lief voor een vreemde. Geef elkaar de hand. Reik de hand. En ga niet op de vuist. Want daar bereikt men niks mee. Ook wanneer je ruzie hebt. Ga niet op de vuist. Nee, daar bereik je totaal twee keer niks mee. Ik zou zeggen, doe leuke dingen. Met elkaar. Voor later wel trusten en lekker slapen met mooie dromen. En God zegen toegewenst. En voor morgen een hele fijne, mooie, liefdevolle en een gezegende zondag gewenst. Voor degenen die naar de kerk toe gaan. Natuurlijk ook die een gezegende dienst toegewenst. En we spreken elkaar morgen weer aan de andere kant van de nacht. Doeg, doeg.